super excited hoor. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Waar staat dat ding? Nou, die is ook voor mij. Die is ook voor mij, oh no. Hij is er gewoon niet. Kan niet goed zijn hoor. Dit is echt niet normaal hoor. Mucho vibración. Nou, wat is er nu met die BMW? Ja, een hele goede morgen lieve kijkers. Wat ben ik blij om weer een nieuwe video op te nemen. Ik heb de laatste tijd niet heel lekker in mijn vel gezeten, want er is heel veel over me heen gekomen. Maar goed, we proberen weer terug te krabbelen naar een fijn, energiekvol leven. Het klinkt allemaal een beetje gek natuurlijk, maar die media die ik over me heen heb gekregen vanwege het programma waar ik mee heb gedaan, kop soms best wel hard binnen, dus dat probeer ik gewoon een beetje achter me te laten en gewoon te blijven focussen op het hogere doel. Momenteel zitten wij in de auto weg naar de berg, want de deelden van die ik samen met mijn partner heb, hebben nu te koop staan. Heel Nederland is daar ook achter gekomen. Beetje onhandig voor mij, maar ja, dat was niet helemaal mijn intentie, maar dat is een beetje verkeerd geëscaleerd. Ik had het namelijk nergens gepost, alleen op een Spaanse website en alle media hackers die ja, die zijn er heel snel achter gekomen en die hebben dat over het internet heen gegooid. Niet dat ik nu met een agency ga werken. Een agency die nu achter mij aanrijdt om de boel in hun klantenbestand te gooien. Hopelijk gaan we vanmiddag eindelijk mijn BMW ophalen. Daar heb ik al een jaar op gewacht, jongens. Maar ja, als het goed is zijn we hem straks terug en dan moeten we hem zo'n 2500 kilometer gaan inrijden. Dus heb ik ook wat leuke dingetjes voor op de planning staan. Anyways, we gaan lekker door en ik hoop dat jullie genieten van deze episode. Eindelijk zover. Eindelijk kan ik mijn BMW ophalen. Ik ben er super happy mee, want ik ben hem al een jaar kwijt en vandaag gaan we voor het allereerst er weer in rijden. Helaas kunnen we hem niet vol trappen. Dat vind ik heel jammer. Dat is ook de reden waarom hij kapot is gegaan. Ik ga Yannick even bellen en dan gaan we. Hey Yannick. Hey Joe. Ja, de auto's zijn klaar, ouwe. No way, man. Echt waar? Ja, man, eindelijk. Dik. Hey, sta jij klaar? Dan kom ik je halen en dan gaan we er even heen. Ja, oké. Okay. Ik ga me klaarmaken. Oké, okay, super man. Tot zo, bro. Doei. We gaan daarvoor. Let's go. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say super excited hoor. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Waar staat dat in? Dat is nou hey, die is ook voor mij. Die is ook voor mij, oh no. Waar is die film? Hij is er gewoon niet. Jammer. Jammer. Is dat een BMW? Zit ja. Er niet? Nee, dat is hem niet. Oh. Waar is dat ding? Nou ja, zeg mij. Zijn we gewoon 2 uur rijden en staat mijn auto gewoon niet hier. Er is geen goed nieuws, daar zitten nog aan te scheuten. Ja, dat is hey, dit is toch een dikke bak of niet dan, hé? Hey. 6000 euro. Verkopen? Doen. Gewoon doen, jongen. Yes. Take my car. Todo nuevo, 0 km de la BMW. Dat is het beste ding, man. Een W8. Je hebt deze ook maar een 12 gemaakt, hoor. Dikke bak, hoor. Gewoon goed. Heel mooi. Wat denk je, engine swap? De motor van die X5 erin. Ja.
400 pk is dat wel lachen. Wat een bakken. Ja, dat is mooi. Mijn vriendin maakt me af, bro. Als ik die auto verkocht heb, ja, en die Mercedes die boven staat, ja, dan moet ik deze gewoon aanschaffen. Joy, weet je wat? Dat moet gewoon, joh. Ja, hey, dat kan niet anders. Nee. Hey, die weg doen en dat is makkelijk. Hey, maar even serieus. Die BMW is heel makkelijk verkocht. En weet je wat? Deze auto schreeuwt. Joy. Meer koppijn. Zeker wel. Ja, dat is wel mooi. Maar we komen natuurlijk voor deze, want deze heeft een full engine rebuild gehad. Nu alles nieuw. Maar dit blok is er twee keer uit geweest. Hij is helemaal opnieuw opgebouwd. We konden hem eigenlijk vorige maand al ophalen en toen kreeg ik een belletje op. We dachten dat we naar Nederland zouden vertrekken met dat ding. Joy, je hebt piston slap. Dus de hele blok is er uit elkaar. We gaan hem even testen. Tights. Dit is de eerste rit in een jaar, vrouw. Eerste rit in een jaar. Super. Hij probeert wel veel. Stinkt ook. Kan niet goed zijn, hoor. Dat is niet goed, bro. Dat is echt niet normaal, hoor. Hay mucho vibración. Mucha vibración. Sí. Het is dan wel een diesel, maar dat hoeft echt niet zoveel uit te maken, hoor. Je hoort het zelfs, hè? Ja. Ik heb deze auto een jaar niet gehad. De blok is twee keer opnieuw opgebouwd. En ik kom hier en de auto die vibreert meer dan dat ik gewend ben. Ik denk niet dat dat normaal is. Ik denk dat ik maar even een ritje moet gaan rijden. En dan, ja, ik wacht even wat die monteur nu zegt. En dan zien we wel weer verder. Maar ik vind dat het echt lawaai maakt gewoon. Hallo? Hallo? Ja. Yeah. So what, you start the engine up, sit in the car and the car's physically vibrating. Take it around the block just to... See what you think. Just keep it at normal speed, like 80 kilometers. Don't. I mean, when you're on a motorway and it's 120, you can go 120, but don't like floor it for the maximum revolutions. Just normal drive. I'll take it for a drive and I'll call you back on my phone. Yeah. Alright, no problem. Alright, thank you. Right. Deze reparatie heeft zo'n 5100 euro gekost. Ik denk van 2500 euro naar dit is kapot en dat is kapot. Dus dat is zo op het dubbele. Hij is bij BMW geweest. Daar heb ik ook 800 euro uitgegeven om het na te laten kijken. Dus in totaal heeft het al 6000 euro gekost. Voel je die vibratie? Dat is echt next level. Het is echt alleen een idol. Hoor je dat? Ja, bro. Hij heeft geen power, hè? Put flat on the floor right now. Dat ding heeft helemaal. Oh, what? Dat is flat geen on the floor? Kracht. Geen kracht. Hij vibreert. Nee, ik ga hier niet naar rijden. No, no está bien, tío. Mucha vibración. En la rueda tiene vibración. Entonces, no lo sé. Yo no voy a casa con este coche. Echt niet blij. Laat maar staan. Nou, wat is er nu met die BMW? Ja, ik ben echt boos, schat. Gewoon nog heel schat. Is hij niet goed? Nee, helemaal niet blij mee. Helemaal niet blij mee, nee. Ja, lieve mensen, het is inmiddels een maand later. Zoals je kunt zien heb ik mijn haren geveerd in de tussentijd. Ja, dus die BMW. We gingen hem ophalen. Hij was eindelijk klaar nadat ik dat ding meer dan een jaar lang kwijt ben geweest. Bij verschillende garages heeft hij gestaan. Iedereen heeft hem met hun vieze vingers aangezeten. Het hele blok is al 2-3 keer opnieuw uit elkaar gehaald, in elkaar gezet. Eén grote vervelende boel gewoon. En ik heb eindelijk een monteur gevonden waarin ik het vertrouwen had om, om hier gewoon goed mee om te gaan. En dat is ook een beetje in de soep gelopen. Het is wel een monteur die je niet wilt naaien. Maar hij heeft gewoon zijn shit niet op orde. Het duurde steeds weer een week langer en weer een week. En dan moest hij weer op onderdelen wachten. En dan was dit weer en dan dat weer. En het was steeds weer iets nieuws. En nu is het verhaal dat hij ruzie heeft met de eigenaar van zijn locatie. En alle auto's moesten eruit. Al het werk moest gestopt worden. Alle auto's moesten eruit. Vandaag zou mijn auto klaar zijn. Hij zou gisteren getest moeten worden. Nou, dat is niet het geval. Hij heeft dus allemaal gezeik met de eigenaar van zijn locatie. Dus heb ik hem voorgesteld, breng die BMW naar mijn loods. Zorg ervoor dat maandag die monteur van jou hier komt om het ding gewoon te fixen. Dan gaan we hem samen testen
En dan wil ik gewoon dat het klaar is. Dus daar is hij mee akkoord gegaan. Hij komt er nu aan. We gaan even op hem wachten. En dan zien we wel weer verder. Ja hoor. Daar is hij dan eindelijk. Oh, ik heb wel zeker een uur gewacht. Maar dat maakt niet uit. Ik ben al een jaar op die auto aan het wachten. Hij is er nu eindelijk. Hij doet het nog steeds niet. Maandag gaan wij er samen aan sleutelen met de hoofdmonteur van mijn monteur. Ik ga nu even ervoor zorgen dat die auto op zijn plek komt te staan. Hallo. How are you? Nice to meet you. Hi. Yes, is it possible to reverse and put it in here? Nou, best wel aardig gegaan. Kijk, gaat dit goed? Oké, poging 2. Die doen ze de hele tijd, hè. Dit vind ik zo kut. Die banden die kosten gewoon 1000 euro voor een setje. Zo gaan ze gewoon kapot. Everything good? Everything good, but it was a disaster. One direction. Other direction. Yeah. Die gas past er bijna niet in. Deze auto doet echt pijn aan mijn hart, jongen. Zo lekker rijdt dat ding, hè, als hij rijdt. 400 pk'tjes, 20 euro. Dit ding blaast. Echt niet normaal. Oké, ik heb de batterij even op de druppellader gelegd. De gasten zijn nu hun kabel op het rollen van 30 meter. Dus daar zijn ze al zo'n 20 minuten mee bezig. Maandag zijn we hier terug. Gaan we eindelijk dat ding hopelijk afmaken. En daarna komt een hele leuke aflevering, want we gaan namelijk naar Debbie en Paul rijden van B&B Vol Liefde. Want ik moet die auto 2500 kilometer inrijden. En dat kunnen we het beste meteen maar combineren met een ritje naar het noorden van Spanje. Dus, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Willen jullie de reis naar Debbie en Paul bekijken? Check dan het YouTube kanaal wat ik samen met Danny heb. Joy en Danny, ik zal een link achterlaten in de description below. En dan zien we jullie in de volgende aflevering. Ciao!